Maar als ze thuis zijn, kan ik de achterkant laten zien waar we geschuild hebben in die oorlogsdagen. Mijn naam is Martin Rovers. Op dit moment de jongste broer van in totaal 6 jongens die hier met heel veel plezier op de Willem van Rijnlaan hebben gewoond en een geweldige fijne jeugd hebben gehad, ondanks de oorlogsjaren. Hoeveel mensen zijn er niet gesneuveld in die oorlog? En wat hangt er weer boven ons hoofd? Het is ver weg, we moeten niet negatief denken, maar we mogen ons best zorgen maken. De vrede is niet gegarandeerd in deze wereld. En deze jongens hebben er niet om gevraagd. Maar goed, ze zijn gesneuveld tijdens hun werk als vrijwilliger om mensen te helpen. En ze zijn gesneuveld als twee dappere jongens. En herinneringen blijft. Zolang wij leven, blijft de herinnering. En wij willen als familie zo graag die herinnering, dat die blijft voortduren in de wijk of waar dan ook. Je moet blijven herinneren en blijven kijken naar die moeilijke tijden. En laat ze alsjeblieft niet meer terugkomen. Ja, dit is dus het bekende muurtje. We hebben 5 jaar geleden ook een herdenking gehouden met het bestand 65 jaar Den Bosch bevrijd. En daar heb ik ook wat bloemen neergelegd, maar inmiddels zie ik dat na 5 jaar tijd. Het bekende muurtje is begroeid, maar ook dit muurtje heeft voor de familie en voor velen die die tijd hebben meegemaakt hier toch een bijzondere plek die, zolang je blijft leven, in herinnering roept. Je komt hier vaak wel eens door de Willem gefietst of met de auto en je kent je blik niet van het muurtje vallen, want je stopt even of je maakt wel of geen kruisteken, maar dit is, hier is echt wat gebeurd. En ja, daar blijft, zolang wij leven met de familie, zowel Vrees als wij de rovertjes, blijft dit toch een bijzonder plekje. Het werd een beetje gevaarlijk op de rand van de bevrijding van onze stad. En dat is in 3-4 gedeeltes gebeurd. En het was vrij rustig nog, maar op een gegeven moment werd het onrustig vanwege het granaatvuur. Granaat die ook hier neervielen, maar ook over heel de stad. En ik kan me nog herinneren dat mijn vader daar stond. En de jongens van de weg af riep van, ga van de weg af, het wordt te gevaarlijk. Want regelmatig hoorde die granaten de verte afschieten. En als je ze hoorde fluiten, dan denk ik, het gaan ze over. Als je ze afgelopen van tijd niet hoorde, dan kon ze bij jou in de buurt vallen. Ja, die jongens die waren bij de blokploeg, een beetje hand- en spandiensten. Mensen helpen daar waar nodig was. En die moesten toen toch noodgedwongen van de weg af een schuilplaats. En die zijn hier over dat muurtje gesprongen in de hoop dat ze daar veilig zouden zijn. Een jongen is eruit, die is weggelopen, die dacht, het is rustig, ga weg. Die heeft de jongens al trachten te roepen van, Harry Sjaak, kom, weg hier. Maar hij kreeg een antwoord en hij is weggelopen met de nodige granaatschijfjes in zijn hele lijf. En die is het eerste beste huis binnengevallen waar de deur open stond. Trouwens, de meeste deuren stonden open, want iedereen was welkom. Het was een eenheid hier. Je hoefde niks te vrezen dat de vreemde snoeshazen binnenkwamen. Maar zuster Woltering woonde daar aan de overkant, een wijkverpleegster of een verpleegkundige. Die heeft dat tafereel aangeschouwd, die heeft gezien dat 3 jongens over dat muurtje sprongen om dekking te zoeken. Die heeft na verloop van tijd 1 jongen weg zien lopen. Toen dacht ze, ja, dan moeten die andere 2 daar nog liggen. Die is tussen het granaatvuur en de onrust die er heerste vanuit de lucht hier naartoe gelopen. Die heeft beide jongens de dood geconstateerd. Die is weer naar huis teruggelopen en die heeft daar een paar dekens gepakt. En toen het even veilig was, teruggegaan en hier 2 dekens overgelegd. De jongens hebben hier een dag of anderhalf gelegen. Het was te gevaarlijk om ze te bergen. Uiteindelijk zijn er toch veel dappere mensen hier uit de wijk geweest die de jongens hier toch weggehaald hebben. Die hebben ze overgebracht daar naar een garage in de hoek van de Willem van Oranjelaan. Dit was dan de garage waar ik al eerder over gesproken heb. Waar de 2 jongens zijn geborgen na daar anderhalve dag buiten gelegen te hebben. Hier zijn ze ook in de kist gelegd en opgebaard. En van hieruit zijn ze ter graven gedragen naar het plekje achter mij. Bij die grote boom waar ze ongetwijfeld vroeger wel eens als jeugd in geklommen hebben of mee gespeeld hebben. En daar liggen nu nog steeds de stoffelijke resten van Harry en Sjaak. Ja, ik ben trots op alle mensen die in het verzet gezeten hebben en geholpen hebben in gevaarlijke tijden in de oorlog. Juist als hier de bommen en de granaten overal neervielen, dat ze toch aan het sjouwen gegaan zijn. En natuurlijk de jeugd, die is dan wat dapperder dan de ouderen. Die zijn eerder van, die durf niet, maar die jeugd, ja, ik weet het, is
Maar ze zijn dus hier gesneuveld. Ja, waar ze eigenlijk niet om gevraagd hebben. Maar je kunt de tijd niet meer terugdraaien. Zo. Ja, dit was de achtertuin van ons ouderlijk huis. En dat huis hebben in de oorlog de laatste maanden, misschien vanwege de veiligheid dat daar een goede kelder was, maar die voelden de warme adem van de geallieerden. En die hebben het huis verlaten. En het was voor ons ideaal, omdat de kelder van ons hier niet veilig genoeg was om met z'n achter dekking te zoeken, hebben we daar een plekje kunnen vinden in een grote kelder waar we met velen hebben kunnen slapen. En dat heeft toch een dag of 14, 15, 16 geduurd voordat we daar een beetje veilig uit durven te komen en weer terug te gaan naar dit ouderlijke woning hier op de Willem van Oranjelaan. We hadden daar gelukkig een zijkant van de kelder, was een kelderraam. Er zat een ijzeren schotje voor om het glas te beschermen. En we hebben daar de oudere broers, ja, die hadden toch meer kijk erop dan wij als kleine knaapjes. Die hebben daar de nodige bergen zand tegenaan gegooid. En het is ook een beetje redding geweest. Want precies waar dat kelderraam zat, is ook een voltreff en granaat terechtgekomen. Nou, had dat zand er niet gelegen, dan had ik misschien hier ook niet gestaan. Dus het heeft toch wel nut gehad dat we daar even bescherming hebben gevonden. En ik denk dat het goed is dat we dat even meegenomen hebben in het totale plaatje van 25 oktober 1944. We blijven herinneren en natuurlijk, de foto prijkt nog steeds bij mij in de huiskamer. En die hebben Peter Rovers met twee O's, was leraar aan de Kunstacademie. Die heeft toen dat beeld gemaakt voor dat geld wat ingezameld is. En dat staat er nu ja, al bijna 65 jaar lang. Respecteer die plek daar. En dat ze tegen het muurtje voetballen is een ander verhaal. Maar het is, ze liggen daar nog maar, wat er ook is onvoorstelbaar. Maar het heeft verdiend respect. Ik ben zuinig op dit plekje. Hier liggen nog twee stoffelijke resten van jongens die ze hebben ingezet voor andere mensen. Die dat met de dood hebben moeten bekopen.